Dutch IT Channel is vandaag de gast bij Pax 8 in Zwolle. Harald Nij, fijn dat we hier mogen zijn. Kun je vertellen wat Pax 8 is? Ja, welkom. Pax 8 is een digitale marketplace. We zijn een bedrijf dat al ruim 10 jaar in Nederland vertegenwoordigd is. We werken hier vanuit het Zwolse kantoor met ruim 60 collega's. En wat wij bieden is een plaats voor MSP's en IT-dienstverleners om digitale diensten af te nemen, klanten aan te maken, diensten te provisionen en ook vanuit daar te factureren. Ja, maar jullie zijn niet in Nederland alleen actief. Jullie zijn volgens mij alleen al in Europa en zo'n 30 landen bezig. Dat klopt. Ik was hiervoor actief bij Ricello. In de zomer van 2021 zijn we onderdeel geworden van Pax 8, wat van origine uit Denver, Colorado komt. Sinds dat moment hebben we al kantoren opgebouwd in 11 verschillende landen momenteel. We bedienen inderdaad MSP's en partners in ruim 30 landen in 27 verschillende talen. De lokale aanwezigheid hier is natuurlijk belangrijk, dat je dus de Nederlandse MSP-markt specifiek kunt bedienen. In hoeverre is dat element onderscheidend voor jullie? Het is in ieder geval zeer, zeer belangrijk voor ons, want onze missie is om alle MSP's in Europa de beste lokale vorm van support te bieden. Want tegenwoordig is SaaS en IaaS niet alleen maar een licentie die je afneemt. Het gaat veel verder dan dat. We zien ook dat in de laatste jaren dat het van een transactionele beweging steeds meer gaat naar een dieptevorm van dienstverlening. En dat betekent dat wij juist heel graag in de lokale taal van de MSP willen optreden en ze ook willen ontmoeten. Daarvoor organiseren we ook verschillende evenementen, zoals onze mission briefings, cybersecurity programma's die we draaien. Dus ik denk dat lokale element heel belangrijk is en blijft. Ja. Onlangs heb ik begrepen nog een evenement in Barneveld. Wat was dat voor een soort evenement? Ja, dat was een mission briefing. En dat is een heel mooie gelegenheid voor bestaande, maar ook prospect MSP's. Mm-hmm. Om kennis te maken met onze collega's, met onze oplossingen, maar ook met onze technologie. Om vervolgens ook vanuit daar in gesprek te gaan met onze wij noemen dat domain specialist, de Engelse woorden zeggen het al. Dus die personen die juist op cybersecurity net even dat extra ding weten, waardoor je bijvoorbeeld, stel je wil door een cybersecurity assurance traject lopen, mm-hmm. Dan moet je misschien wel formulieren invullen en daar komen moeilijke vragen op je af. Niet elke MSP weet hoe dat werkt. Nou, dat zijn de mensen die wij daar in contact met je brengen. Ja, en als je kijkt naar wat er onderscheidend is aan Pax 8, want er zijn natuurlijk veel cloud marktplaatsen. Wat onderscheidt jullie ten opzichte van veel van die andere marktplaatsen richting die MSP's? Nou, ik denk dat een hele belangrijke is, en daar ben ik zelf onderdeel van geweest toen ik nog bij Ricello zat, waren wij op zoek naar een ander platform, hè, dus de technologie. Na een hele lange zoektocht kwam Pax 8 daar als beste uit de bus. Dus ik denk dat we daar een heel groot verschil maken. Ten tweede, wat ik net al aangaf, wij gaan niet voor die transactionele verkoop. Maar we nemen de MSP aan de hand en we proberen hem ofwel zijn bedrijf te laten groeien, ofwel operationeel efficiënter te opereren, ofwel risico's terug te gaan brengen. En langs drie assen voegen wij veel waarde toe. Ja, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven, digitalisering is natuurlijk alomtegenwoordig. Daar zitten ook veel uitdagingen en pijnpunten in, ook voor MSP's. Die moeten daarin mee proberen te groeien. Hè? En dat kan soms best complex zijn. Hoe kunnen jullie helpen om de pijnpunten van MSP's, zoals op het gebied van procurement, om hen daarin te faciliteren? Ja, op het moment dat wij met een potentiële partner in gesprek gaan, leggen we altijd uit dat wij drie beloftes doen. Belofte 1 is, je hebt bij ons altijd een vast contactpersoon. Die kan je bellen, hoe groot, hoe klein of hoe ervaren je ook bent. Ten tweede krijg je bij ons een factuur die je altijd zult begrijpen. Alle bewegingen naar boven en naar beneden worden samengevoegd in één hele duidelijke factuur aan het eind van de maand. En ten derde zorgen wij ervoor dat je toegang krijgt tot de allerbeste integraties in de PSA en ERP systemen. Waardoor het voor de MSP heel eenvoudig wordt om aan de achterkant de business te managen en vooral in controle te blijven. Ja, dus met een heel lelijk woord in feite een soort ontzorgen van de MSP, zodat hij op zijn beurt zijn klant weer kan ontzorgen. Het is een lelijk woord, maar het dekt wel de lading. Ja.
Als jij een paar goede tips of adviezen zou kunnen geven, in ieder geval aan MSP's, waardoor ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kunnen zien, ook in hun relatie met jullie. Wat zouden dat dan voor tips of adviezen zijn? Wat moeten ze wel en juist niet doen? Ja, dat is een grote vraag. Ik zou vooral die MSP's die gedreven zijn om langs een van die drie assen die ik net al aangaf. Hè, wil je je business groeien? Wil je operationeel efficiënter werken? En of wil je risico's vermijden of in ieder geval kleiner maken? En je hebt echt de behoefte om samen met ons te kijken. Hoe ziet mijn bedrijf er nu uit? Waar wil ik over 3 of 5 jaar staan? Welke wijzigingen moet ik dan misschien in mijn sales team of in mijn trainingsaanbod gaan doorvoeren? Als je de behoefte hebt en de bereidheid om dat gesprek met ons aan te gaan, dan kunnen we daar een heel mooi 3 tot 5 jaren plan voor maken. We hebben recent, een week of 2, 3 geleden, hebben we ook de Pexate Academy hebben wij geopend. Dat is een fantastische database waar heel veel content in staat om jezelf te trainen, om je salesforce te trainen. En dan ook langs de assen cybersecurity en productivity en creativity vanuit bijvoorbeeld de Adobe suite. En dat vullen we nu aan met hele specifieke coaching en trainingen. Klinkt goed. Harold, mag ik je hartelijk danken voor jouw bijdrage? Ja, dankjewel. Yes. Dit was het voor Dutch IT Channel voor vandaag. Hartelijk dank voor het meekijken. Tot ziens.